Ho, een hele goede zondagmorgen deze morgen. Welkom bij de vlog van de stofjes. Lieve YouTube-kijkers, nou daar ben ik dan weer. Zondagmorgen. Een andere zondagmorgen als normaal, want we hebben vandaag vrij. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat wij niet vandaag hoeven te spelen, maar dat we gisteren hebben gespeeld. Ga ik daar iets over zeggen? Ja, we hebben verloren. Damn. Was niet de bedoeling. Ja, we wisten dat bijvoorbeeld dat Achillesveen een behoorlijk goede ploeg heeft. Maar dat wij het gisteren hebben laten liggen, dat was niet de bedoeling. Ik wil er wat van zeggen, maar ik wil eigenlijk ook weer helemaal niks van zeggen. Want dat is natuurlijk aan de trainer, de spelers. Ik weet het niet waar het aan lag. Maar goed, dat is dus... gedaan. Meer dan dat kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dus vandaag, vrije zondag, laten we eens mee beginnen. Ik heb weer gesport, niet in bos, omdat ik nog steeds twijfel over mijn voet, dat niet nog steeds een beetje pijn doet. Ik ga proberen om dit volgende week te gaan doen. Dan is waarschijnlijk ook de temperatuur in het bos iets beter, 's morgens vroeg. Want vanmorgen was het ook al best wel warm. Kan vandaag weer over de 30 graden worden. En dan is in het bos toch ook wel warm. Dus ik ben naar de fitness geweest. Heb daar mijn rondjes gedaan. Dat ging echt best lekker. Mag er niet over klagen. Dus doe er maar even niet. En voor de rest, chill. Wat goed. Dan de rest van de dag. Ja, dat is natuurlijk een nieuwe invulling. Ik moet heel even gaan kijken. Ik weet niet of dat ze bij de voetbalclub hier in de Graaf, bij EGS 20, of dat ze daar vandaag een thuiswedstrijd hebben, het eerste. Als dat zo is, dan ga ik daar waarschijnlijk eventjes heen om daar even gewoon te gaan kijken. Dat is ook eens een keer leuk. Daar wat jongens aan het werken te zien die ik ken. En gewoon dat. Even bij vrienden op bezoek. Heel misschien, maar dat is een heel misschien, toch nog even een stukje op de motorweg. We moeten even kijken. Dat ligt een beetje aan hoe dat de rest van de dag gaat verlopen. Dus dat is even onder voorbehoud. Daarover gesproken trouwens, over motor. Ik ben alweer een beetje bezig met het maken van een motorvlogje die ik voor een paar weken terug, of voor twee weken terug heb opgenomen. Om die in elkaar te verlanzen. Dus daar ga ik van week aan beginnen. Of misschien zelfs vandaag al. Lekker binnen zitten bij de airco. Ook nog een optie. Goed, in ieder geval nog voldoende op de planning. Ja, voor de rest... zullen we eens even kijken wat gaat worden de komende week. Het weer wordt weer wat minder. Gaat weer meer regenen. Temperatuur zeggen ze dan meteen weer dat het matig is. Maar ik vind 25 graden ook nog heel prima. 22 graden vind ik ook nog prima. Dus ja, het is net wat je aanwendt. Als je op een gegeven moment aan de 30 graden begint te wennen. Die we hebben, dan is 22, 25 graden is hem koud, zeggen ze dan. Nou, not by me. Ik vind het echt wel lekker. Dus we zullen eens even kijken wat het de rest van de week gaat worden. Met alle toeters en bellen van de mooie dagen die we hebben gehad. We lopen weer veel te klagen. Oh ja, en dan nog zo'n stukje die Extinction Rebellions. Dat is wel eens mafklappers. Maar goed, ook daar, ik wil me niet al te veel politiek uitweiden daarover. Maar
ben ervan overtuigd dat daar ook een erg hoog aantal hypocrieten rondlopen. Daar tussen die demonstranten. Die dan nou lopen te klagen over die bedrijven die dan die subsidie ontvangen. Maar dan wel gewoon een dikke auto rijden, benzine of wat dan ook. Dus ja, zeg er maar eens iets van. Natuurlijk, hè, als het zo is dat er dat op die manier iets gedaan wordt, natuurlijk zou je dan kunnen zeggen van dat is niet goed voor Nederland, dat kan op een andere manier gebruikt worden. Echter, er zit natuurlijk wel een heel ding achteraan. Wat dan ook weer vertaald is, als die bedrijven, dat is natuurlijk een tweeledig stukje, als die bedrijven dan uiteindelijk wellicht die subsidie niet krijgen en het uiteindelijk voor handhaving hier in Nederland te duur wordt, gaan ze naar andere landen. En dan komen ze uiteindelijk in de minder bedeelde landen die het niet zo nauw nemen met milieu of met weet ik wat voor een gedoe. En dan gaan ze daar produceren. Dus met andere woorden, moeten wij dan uiteindelijk weer materiaal gaan inkopen bij dezelfde bedrijven voor misschien wel meer. Ja, en dan, wat heb je daar dan mee gewonnen? Ja, oké, dat je je subsidie niet meer afgeeft aan die bedrijven. Dat heb je dan mee gewonnen, daar win je dan geld mee. Maar uiteindelijk is dan Jan Modaal, nou ja, als je überhaupt al Modaal daarvan kan spreken, die is dan weer de klos, want die moet weer meer gaan betalen voor zijn of haar producten die ze in de winkel moeten kunnen kopen of wat dan ook. En oké, dit heeft dan te maken met de fossiele brandstof, de steun daarvan. Maar er zit natuurlijk nog veel meer aan. Die bedrijven die fossiele brandstof leveren, leveren natuurlijk ook aan bedrijven die generatoren nodig hebben, die noem maar op. Daar is ook fossiele brandstof voor nodig, voor een generator, een goede generator om niet te laten lopen, om bepaalde bedrijven te laten dienen. Ik weet het niet, er zit veel meer achter. De fossiele brandstofleveringen en bedrijven dan dat menig mens weet, denk ik. Als het niet zo is, dan zit ik verkeerd, maar ik denk in grote lijnen toch wel dat ik niet ver vanaf zit. Dan krijg je ook eens een keer de verschillende bedragen. Overheid die maar komen 4,5 miljoen, dan wordt er op een gegeven moment een dingetje maar van 17 miljoen. En maar Extinction Rebellion, die hebben onderzocht. Ja, of de groene, zeg maar, die hebben onderzocht dat het over 37,5 miljard gaat, of miljoen. Ik weet het niet. Ja, het is net hoe je met cijfertjes gaat goochelen, denk ik. Nogmaals, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Ik heb er niet echt in verdiept in hoe dat die cijfers tot stand zijn gekomen, of hoe dat berekend is. Maar om soms iets bewerkstelligd te krijgen, ga je wel eens wat goochelen met cijfertjes door het extremer te maken of door, noem maar op. Om zo een bepaalde druk uit te voeren. In dit geval richting de overheid. Maar daar zijn we meer dingen geweest om druk op te voeren richting de overheid. 2 jaar terug ongeveer. Goed. Laat maar. Ik heb het er niet meer over. Nou goed, dat was het dus. Ik ga nu stoppen met deze vlog. En ik zeg tot de volgende keer. Volgende zondag. Klito. Jongen. Ja, ik kan je niet iedere keer apart noemen. Ik heb bij het voetballen blijkbaar toch een aantal vaste kijkers. Helemaal top jongens. Dankjewel. Ik vind het leuk. En zo gaan we door. Job, ook bedankt. Dus bij deze zou ik zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende week zondag. En dan zien we elkaar terug. Dan zeg ik nog even een duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En dan zie je de volgende keer weer terug. Ik zeg de groetjes. Tot de volgende week. En met een hele korte, welbekende. Tjoe.